De eerste grote zorgverzekeraar heeft de premies voor volgend jaar bekendgemaakt. En dat valt niet mee. Die premies gaan flink omhoog. Wat gaan de andere verzekeraars doen? Verder in het nieuws vandaag. De berging van wrakstukken van vlucht MH17 wil maar niet op gang komen. En actie tegen de snoepaanbieding bij de kassa. Goedenavond. De eerste grote zorgverzekeraar heeft de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. VGZ. Daar stijgt de premie per maand tussen de 6 en 14 euro, afhankelijk van wat voor polis je hebt. Wat gaan de andere verzekeraars doen? En waarom gaan die premies eigenlijk omhoog? DSW uit Schiedam was onlangs traditioneel de eerste met een nieuwe premie voor het volgende jaar. En die blijft gelijk, tegen de verwachting in. Maar DSW is klein en daarom geen trendsetter. VGZ, de op één na grootste verzekeraar, is dat wel. En bij VGZ gaat de premie omhoog. De belangrijkste oorzaak van de premiestijging is een stuk overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeraars. Daar hebben alle verzekeraars mee te maken. En dat kost geld. En tegelijkertijd ook de verwachting van het ministerie van Volksgezondheid dat de zorgkosten gaan stijgen. Daar zullen we ook allemaal mee te maken hebben. VGZ heeft 3 basispremies waaruit de consumenten kunnen kiezen. Bij het soberste zorgpakket komt die uit op €97,95 per maand. 6 euro meer dan nu. De verzekering met belangrijke extra voorzieningen stijgt ook. Van €95,95 naar €107,95. En de duurste basispolis gaat €14 omhoog naar €113,95. Volgens de Consumentenbond zijn die premiestijgingen onnodig. De verzekeraars hebben miljarden reserves in kas en zouden dat geld kunnen gebruiken om de pijn te verzachten. Maar volgens prijsvergelijker Zorgkiezer doet VGZ dat al. Dat is ook zo. Ze hebben afgelopen jaren fors winst gemaakt. Alleen die winst zetten ze nu in om tot deze premie te komen. Dus kan je nagaan, als ze dat niet gedaan hadden, dan was die premie nog veel harder omhoog gegaan. En volgens Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie, zouden er nog wel meer reserves aangesproken kunnen worden om de premies laag te houden, maar mag dat niet van de Nederlandse bank. De verzekeraars hebben vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op versoepeling. Ja, en Nederlandse bergers die waren vandaag opnieuw aan het werk op de rampplek van vlucht MH17. Ze waren daarheen gegaan om wrakstukken te bergen. Maar het liep ook vandaag weer anders. Een verslag van correspondent David-Jan Godfra en cameraman Johan Boerman. Ze zouden beginnen met de berging van het rampvliegtuig en alles leek er klaar voor. De vrachtwagens waren er en er was overeenstemming met de rebellen in Donetsk. Zo leek het tenminste vanochtend vroeg. Maar aangekomen op de rampplek bleek de werkelijkheid weer barstiger. De Nederlanders liepen wat om de cockpit heen, ze namen wat foto's, de cockpit zelf bleef liggen. Een paar van de Nederlanders staan hier achter me bij waar de cockpit van de MH17 is neergekomen. Het zijn 4 mannen. Ze zijn waarschijnlijk aan het onderzoeken. Bergen zal er waarschijnlijk vandaag niet van komen. Er is geen materieel, er zijn geen bergers, geen vrachtwagens. Dus ze zullen waarschijnlijk onderzoeken, misschien wat kleine onderdelen meenemen. En daar zal het waarschijnlijk vandaag wel bij blijven. Gaandeweg werd duidelijk dat er inderdaad een kink in de kabel zat. Ook op de tweede en de derde locatie bleven de wrakstukken onaangeroerd. De overeenkomst met de opstandelingen was niet waterdicht. Onder grote belangstelling en begeleid door gewapende separatisten reden de Nederlanders van de ene naar de andere plek. Wat ze deden was niet altijd duidelijk. Dat er vandaag niet geborgen wordt, dat is wel duidelijk. De Nederlanders lopen in het veld hier verderop. En ze zijn bezig bordjes te plaatsen. Bordjes die we gisteren ook al hebben gezien. Daar staat op dat de toegang verboden is. Omdat er nog menselijke overblijfselen kunnen liggen in het veld. En daar zal het vandaag bij blijven. Er is dus weer een dag verloren gegaan. De wrakstukken, belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, blijven nog even liggen. Het enige tastbare resultaat zijn de bordjes met verboden toegang. Correspondent David-Jan Godfra in Donetsk. Er is opnieuw veel vertraging op de lijn, David-Jan. Er is blijkbaar oneenigheid met de separatisten over die bergingsoperatie. Wat is het probleem? Ja, dat is vandaag de hele dag eigenlijk onduidelijk gebleven. Maar we hebben zojuist gesproken met een bron in het ministerie van noodsituaties hier in Donetsk. Dat is dus een onderdeel
van de separatistische regering. En daar vertellen ze ons dat Nederland niet kon instemmen met een paragraaf in de overeenkomst die ze hadden bereikt over die berging. En in die paragraaf stond de naam Volksrepubliek Donetsk. Dat is de naam van hoe de separatisten hun republiek noemen. Die erkent Nederland natuurlijk niet. Dus als ze met die paragraaf zouden instemmen, de Nederlanders, dan zouden ze impliciet ook die Volksrepubliek Donetsk erkennen. Nederland zelf wil er niks aan zeggen, over zeggen. Dus we hebben dit alleen uit de mond van de separatisten hier. Maar het lijkt eigenlijk wel heel, heel aannemelijk. Snap. Kom zo bij je terug, David-Jan. Er is ook ander nieuws. Het onderzoeksteam heeft namelijk op verschillende plaatsen stoffelijke resten gevonden. Dat zegt hier in Nederland althans onderzoeksleider Pieter-Jaap Albersberg. We zijn vandaag op delen van de crash site geweest. Op de zogenaamde burn site, maar ook nog op een andere plaats waar brand gevoed heeft. Beide plaatsen hebben weer een aantal stoffelijke resten kunnen bergen. En de kleine plaats hebben we met borden ook gemarkeerd als een niet te betreden gebied. En wat gebeurt er met die stoffelijke resten die u hebt gevonden? Deze stoffelijke resten zijn nu in Donetsk, bij onze groep die daar is. Zo gauw die groep weer teruggaat naar Kharkov, nemen ze dat mee naar Kharkov. Daar vindt de eerste forensische check plaats en wordt het klaargemaakt om naar Nederland te vervoeren. Wanneer dat gaat gebeuren weten we op dit moment nog niet. Nou, David-Jan, dat klinkt hoe dan ook in ieder geval als goed nieuws voor de nabestaanden. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Die lichaamsresten die gevonden zouden zijn, daar kan natuurlijk ook weer informatie uit ontleed worden, DNA afgenomen worden en mensen mee geïdentificeerd. Om het heel oneerbiedig te zeggen, dat, zo bedoel ik dat niet, maar dit zal waarschijnlijk om hele kleine stukjes gaan. En dat laat onverlet dat de hoofdtaak voor vandaag, namelijk de berging van die stukken vliegtuig, niet is doorgegaan. Overigens kan die berging ook wel weer tot het vinden van andere menselijke resten leiden, want het is zeker niet uitgesloten dat onder grote stukken vliegtuig ook nog delen van menselijke lichamen liggen. David-Jan, dankjewel. De nabestaanden van de ramp hebben vandaag een stichting opgericht van nabestaanden voor nabestaanden, zeggen ze. Allemaal verloren ze familieleden bij de ramp met de MH17. Hij zijn zwager en diens vriendin. Hij zijn broer, schoonzus en neef. Samen vormen ze het bestuur van stichting Vliegramp MH17. Stichting is een stichting van nabestaanden en voor nabestaanden. En we hebben allemaal dezelfde drive om eigenlijk recht te doen aan de belangen van de slachtoffers. Die kunnen dat niet meer zelf. We willen ook recht doen aan de belangen van de nabestaanden. Die groep is heel erg groot en daar kunnen wij zelf, denken wij, veel voor betekenen. Advies kregen ze van stichtingen die opgericht zijn bij eerdere vliegrampen. Dus Stichting Tripoli, Stichting Hercules, maar ook Stichting Turkish Airlines. Daar hebben wij ook mee om de tafel gezeten. Ze willen nadenken over een jaarlijkse herdenking en een monument. Maar vooral willen ze een brug slaan tussen de nabestaanden en de vele betrokken instanties. We hebben het niet alleen maar over verkeer. We hebben het niet alleen maar over een neerstortend vliegtuig. We hebben het over grote politieke implicaties. We hebben het over ingewikkelde juridische implicaties. Het heeft ook een internationaal karakter. Maar het gaat natuurlijk ook om lotsverbondenheid. Er moet een hele hoop geregeld worden. Dat doen we voor de nabestaanden. Maar dat neemt niet weg dat we zo af en toe eens bij elkaar vragen van, joh, hoe is het nou met jou? En dat is wel belangrijk. En zeker ook omdat we met elkaar voor een hele grote taak staan. En dan is het belangrijk dat we ook elkaar goed kennen. En waar nodig elkaar ook gewoon eens even een duw geven. Vanmiddag zijn alle nabestaanden ingelicht over de oprichting van de stichting. Op dit moment vertegenwoordigt de stichting Vliegramp MH17 al ongeveer 500 van hen. Grote chemische bedrijven. Je zou denken dat ze daar extreem voorzichtig zijn en zich houden aan alle voorschriften. Niet dus. In Rotterdam hebben ze er onderzoek naar gedaan. Chemische bedrijven waar de risico's echt groot zijn. Veel van die bedrijven gedragen zich ronduit roekeloos. Sinds het inferno bij Chemiepak weten we wat er mis kan gaan. En door de gedwongen sluiting van Odfjell weten we wat er mis kan zijn. Tussen 2009 en 2012 zijn 15 grote hoogrisicobedrijven gevolgd in de regio Rotterdam. Documenten zijn bekeken, inspecties bijgewoond. Uit mijn onderzoek blijkt dat alle bedrijven in meer of mindere mate de regels overtreden. Overtredingen variëren van het ontbreken van een testrapport tot een ernstige overtreding waarbij de veiligheid van de medewerker in gevaar is. Van de 15 grote bedrijven gedroegen zich 4 maatschappelijk verantwoord. Ze volgen de regels en zijn proactief. 4 bedrijven zijn calculerend. Ze vermijden kosten en verwerpen autoriteit.
Maar liefst 6 van de 15 bedrijven gedragen zich roekeloos. Ze voldoen niet aan de regels, zijn onbekwaam en onwetend. Je gaat ervan uit dat een groot chemisch bedrijf met ingewikkelde installaties zijn uiterste best doet om aan alle regelgeving te voldoen. En helaas blijkt dat dat toch wat anders ligt. Dit onderzoek is gedaan in de tijd van de chemiebrand in Moerdijk en het stilleggen van Otfio in de Rotterdamse haven. Die twee incidenten zijn niet direct onderzocht, maar hebben wel hun weerslag gehad in de sector. Die sector noemt het onderzoek nuttig, maar wijst er ook op dat er de laatste jaren veel is verbeterd. In Israël groeit de angst voor een nieuwe intifada, een Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting. Al wekenlang nu is het onrustig. Gisteren werden twee Israëliërs neergestoken, een militair en een kolonist. Bij rellen vandaag schoot het Israëlische leger een Palestijn dood. Ze kunnen het nauwelijks bevatten, deze Joodse kolonisten. Eén van hen werd gisteren doodgestoken op straat, op klaarlichte dag, zonder aanleiding. Een vrouw van 25. De dader, een Palestijn, blijkt banden te hebben met een islamitische terreurbeweging. Nauwelijks 20 kilometer verderop, een Palestijns ziekenhuis. Artsen hebben gedaan wat ze konden. Deze Palestijn van 21 werd gedood door het Israëlische leger tijdens rellen. Die rellen gingen de rest van de dag gewoon door. En voorlopig lijkt het er niet op dat één van beide partijen de cirkel van geweld en terreur kan of wil doorbreken. In Nieuwsuur vanavond een debat tussen de huidige ambassadeur van Israël in Nederland en een voormalig Israëlisch ambassadeur. De twee zijn het grondig oneens over Israëls houding ten opzichte van de Palestijnen. Steeds minder koeien in de wei en steeds grotere stallen waar het alleen nog maar draait om grootschalige melkproductie. In Politiek Den Haag maken ze zich daar zorgen over. Want op 1 januari verdwijnen de Europese regels die zeggen hoeveel melk je maximaal mag produceren. Het kabinet wil de boeren, maar ook het milieu sparen. Milieuorganisaties zijn bang dat we dit tafereel steeds minder zullen zien. Want als straks het Europese melkquotum verdwijnt, is er geen rem op de hoeveelheid melk die boeren mogen produceren. Dat leidt tot enorme milieuschade. En daarnaast kan het ook leiden tot koeienflats. Als een boer straks kan aantonen dat hij de koeienmest milieuvriendelijk verwerkt, mag hij meer koeien nemen dan nu. Dat zal betekenen dat het platteland onleefbaar wordt, maar dat met name ook de koeien in hun welzijn enorm worden aangetast, want die zullen nog meer melk gaan produceren, omdat er simpelweg geen grens meer is. Een doemscenario volgens de oppositie, maar het kabinet gelooft er niets van. Wij hebben natuurlijk ook regelgeving rondom duurzaamheid, rondom dierenwelzijn en die blijft gewoon. Ook het CDA verwacht dat er na 1 januari niet veel zal veranderen. Er zal ongetwijfeld een geleidelijke groei zijn van familiebedrijven. En daar zijn we als CDA blij mee. Is goed voor de werkgelegenheid. Dus geen problemen verwacht ik. Morgen debatteert de Kamer opnieuw met de staatssecretaris. Want een oplossing die alle partijen tevreden stelt, is er nog niet. Ik luister naar zowel de boeren als naar de natuur- en milieuorganisaties. En ik ben echt ervan overtuigd dat met hun bijdrage we tot een gedragen voorstel kunnen komen. De staatssecretaris wijst er trouwens op dat het niet de politiek is, maar de consument die voor een echte verandering kan zorgen. Het is echt nodig dat we ook als consument gewoon een omslag maken in hoe we bij de kassa kiezen. En dat doe je uiteindelijk met je portemonnee. Want zolang mensen de allergoedkoopste melk kopen, blijven de koeien in dit soort stallen staan. Huisartsen en verzekeraars steggelen over de vergoeding voor het plaatsen van een spiraaltje bij vrouwen. Huisartsen krijgen daar vanaf 1 januari volgend jaar veel minder geld voor. Geen 55, maar 18 euro. Ze worden wel gecompenseerd, maar te weinig, zegt de Nederlandse Huisartsenvereniging. Huisartsen overwegen nu vrouwen door te verwijzen naar het ziekenhuis. Daar is het plaatsen van een spiraaltje veel duurder en gaat het ten koste van het eigen risico van de patiënten. De huisartsenvereniging wil dat de vergoeding wordt aangepast en gaat met de verzekeraars overleggen. Het Openbaar Ministerie wil Willem Holleder terug in de cel.
De Heineken-ontvoerder wordt verdacht van het bedreigen van misdaadjournalist Peter R. de Vries en van het afpersen van een oud-president van de Hells Angels. Volgens het OM is Holleder voorwaardelijk vrij. Als hij inderdaad strafbare feiten heeft gepleegd, moet hij alsnog 3 jaar de cel in. Op de A28 bij Assen is een automobilist om het leven gekomen doordat een wiel van een vrachtwagen afvloog. Volgens de politie kwam het wiel aan de andere kant van de snelweg terecht. De automobilist daar verloor de macht over het stuur en raakte de vangrail. De A28 is ter hoogte van Assen lange tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Marokko is volgend jaar niet welkom op de Afrika Cup. Dat heeft de Afrikaanse Voetbalfederatie besloten. Marokko zou die Afrika Cup volgend jaar organiseren, maar zag er vanaf vanwege een uitbraak van ebola. En dus is de Voetbalfederatie hard op zoek naar een andere organisator. Marokko is hoe dan ook niet meer welkom. Intussen heeft de inzamelingsactie voor de strijd tegen ebola van de samenwerkende hulporganisaties 1,5 miljoen euro opgebracht. Dat is een tussenstand na 5 dagen. Hulporganisaties verwachten dat het bedrag nog flink gaat oplopen. Familieleden van slachtoffers van de veerbootramp in Zuid-Korea zijn woedend en verdrietig over het vonnis voor de kapitein. De rechter acht hem niet schuldig aan moord, maar aan nalatigheid. En dus 36 jaar gevangenisstraf kreeg hij, maar volgens de nabestaanden niet genoeg. Dit is de man die volgens Zuid-Koreanen de dood van meer dan 300 mensen op zijn geweten heeft. Het volk heeft de kapitein en zijn bemanning al veroordeeld. Nu volgt het vonnis van de rechter. Toen de veerboot in april kapseisde, ging de bemanning als eerste van boord. De man in zijn onderbroek is de kapitein. Terwijl hij de wal opgaat, blijven de passagiers in hun hut wachten op hulp. Omdat de kapitein dat heeft gezegd. De meesten verdrinken, vooral kinderen die op schoolreisje waren. Maar het was geen moord, vindt de rechter. Er is geen bewijs dat de kapitein wist dat ze door zijn toedoen zouden verdrinken. De nabestaanden reageren vol ongeloof. Andere bemanningsleden kregen straffen tot 30 jaar. De aanklager gaat in hoger beroep. En opnieuw een grote corruptiezaak in Spanje. De politie viel op verschillende adressen in en rond de stad Sevilla woningen binnen, arresteerde 26 mensen. Jarenlang zouden ambtenaren en politici zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Het is de tweede grote zaak in een paar weken tijd. Een groot probleem in Spanje en 1 jaar voor de verkiezingen een kopzorg voor de regering van premier Rajoy. Want iedere keer weer duiken er namen op van mensen uit zijn partij. Val de Moro, het is zo'n dorp in Spanje waar men de crisis nog niet te boven is. ¿Por qué estáis aquí? Pues para pedir unas ayudas para los libros para los niños. En juist ook hier in deze rij wordt erover gesproken. Pues seguramente a todos los que estamos aquí no llega el dinero para todos. Falta limpieza, falta seguridad, faltan muchas cosas en Valdemoro. Ese es el problema, que mientras están robando. Dat gebeurde aan de andere kant van het plein. Want ook de burgemeester van dit dorp liet zich verleiden door bedrijven die hem in ruil voor aanbestedingen grote sommen geld toestopten. El pueblo está cabreado. ¿Cómo no va a estar el pueblo cabreado? Con lo que nos han hecho. Boosheid over de burgemeester hier, die er trouwens voorlopig even niet zal zijn. Maar vooral boosheid over politici in het algemeen en die van de Partido Popular in het bijzonder. Want het is het zoveelste schandaal rond de regeringspartij. Zoals de Gürtel-zaak. Een onderzoeksrechter stuit op een netwerk van ambtenaren en politici die zich laten omkopen bij het vergeven van opdrachten en contracten. Vooral leden van de Partido Popular blijken betrokken. Dan de voormalig penningmeester van de partij. Hij zou jarenlang ook een zwarte boekhouding hebben bijgehouden en zwarte bonussen hebben uitgedeeld. De man zit vast, de partij ontkent. Het gebeurt allemaal in de jaren dat er veel geld is in Spanje en de controle slecht is. Maar volgens experts gaat het nu beter en scherpt de politie en justitie hun aanpak aan. Hemos aprendido cuáles son los mecanismos a través de los cuales los promotores urbanísticos, por ejemplo, capturaban a los alcaldes. ¿Cuál era el instrumento esencial? Todo eso se ha ido aprendiendo a través de la experiencia y ahora es mucho más difícil escaparse. En dus worden zaken uit het verleden nu aangepakt. 2 weken geleden nog.
51 arrestaties vanwege vermeende zelfverrijking door gesjoemel met aanbestedingen. En opnieuw vooral namen van de Partido Popular. Het wordt een groot thema bij de verkiezingen van volgend jaar, want veel Spanjaarden verliezen het vertrouwen in de twee grootste partijen. Que yo he votado siempre al PP, pero hoy en día no. Ni PP ni a nadie. De premier bood eerder al namens zijn partij aan alle Spanjaarden zijn excuses aan. Verborgen verleiders kun je ze niet noemen. Het is een en al opdringerigheid. Snoepkoek als speciale aanbieding bijvoorbeeld bij de kassa. We worden veel te vaak verleid om ongezond te eten, vinden ze bij het voedingscentrum. En dus zeggen ze daar is het tijd voor actie. We worden gemiddeld zo'n 200 keer per dag blootgesteld aan een verleiding om iets ongezonds te eten. Het lijkt wel of het overal ligt. Snoep in de drogisterij, in de huishoudartikelenwinkel en in de boekenzaak. En soms probeert de verleider je ook nog een extra zetje te geven. Dan kun je actie met gevulde koek per week. Wat zegt u? Actie met gevulde koek. Gevulde koek? Nee, dank u wel. Je zou zeggen dat je gewoon nee kan zeggen. Dat kan, maar op een gegeven moment als je overal de aanbiedingen ziet en mensen vragen inderdaad, wil je nog dit, wil je nog dat, dan wordt het lastiger. Het is eigenlijk wilskracht, is een soort spier zou je kunnen zeggen. Op een gegeven moment raakt die uitgeput. Op een gegeven moment ga je voor de bijl. Uit onderzoek dat het voedingscentrum liet doen, blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders opdringerige snoepaanbiedingen irritant vindt. En driekwart van de Nederlanders wil graag gezonder eten. Toch kunnen velen geen weerstand bieden. Ik loop erop af. Ja. En ik koop meestal chocola. Al mag ik dat niet. Je ziet de foto's en dan wil je wel proeven. Ja, het gebeurt gewoon toch. Het zit hier. Had je het ook gekocht als ze het niet hadden aangeboden? Nee, dat niet. Nee, daar heb je gelijk in. Dus het werkt wel? We moesten nageven. Ze doen het wel goed. Tegen die verleiding moeten we in opstand komen, zegt het voedingscentrum. Het is tijd voor een campagne. Oh, die campagne is dat wij mensen vragen om foto's van dat soort verleidingen op Facebook en Twitter te zetten. En dan kun je denken aan momenten, maar ook plekken waar je verleid wordt. Dat je denkt van dat wil ik eigenlijk niet. Dus de naam van de campagne is dan ook verleid me niet. En dat moet ertoe leiden dat door het internetprotest winkeliers minder opdringerig worden met hun snoepgoed. Veel weerklank is er nog niet. De NS als uitbater van de stationswinkeltjes en Shell die de meeste tankstations beheert, ze willen niet op het onderzoek van het voedingscentrum reageren. Door naar het weer. Wat krijgen wij morgen, Peter? Nou, het wordt niet zo mooi weer als op deze foto in Hoofddorp. Daar was het zonnig vandaag in het westen, maar ook in het midden van het land. In het oosten van het land daar was het bewolkt en ook op deze foto zien we de bewolking al binnendrijven. En dat geeft een beetje aan wat voor weer we morgen zullen krijgen. Overwegend grijs, met weinig zon en toch vrij hoge temperaturen, net zoals vandaag, van zo'n 12 of 13 graden. Nou, waar komt dat door? Die betrekkelijk zachte lucht die wordt aangevoerd vanuit het zuiden, net hier ten oosten van dit lage drukgebied op de Atlantische Oceaan. En dat zorgt voor een aanvoer van warme lucht uit het Middellandse Zeegebied. En daardoor is het bij ons vrij zacht. Dat is al heel lang zo. En ook de komende tijd, de komende week ongeveer, dan zal die wind uit die hoek blijven waaien. Nou, echt wisselvallig weer hebben we ook in Europa. De Britse eilanden hebben daarmee te maken. Maar ook hier in Italië en de Balkan, daar vallen flinke buien. Die kunnen ook tot overlast leiden hier en daar. En ook morgen zijn ze daar nog niet van die buien verlost. Want dat gebied met buien blijft daar liggen en zorgt weer voor veel regen in het midden, maar ook in het noorden van Italië en ook in Zwitserland. Daar is het morgen vrij nat. Nou, bij ons morgen dus wederom een wind uit het zuiden. Dat is vannacht ook het geval. En we zien ook met die zuidenwind wat buien naar het noorden toetrekken. Dat gebeurde vandaag in het oosten van het land. En ook vannacht dan zullen er hier en daar nog wat buien overblijven. Niet zoveel, maar het raakt dus wel overal bewolkt. En de temperatuur die daalt naar ongeveer 7 of 8 graden. Nou, morgen dan begint de dag op sommige plaatsen met misschien nog een heel klein beetje zon. Ik ben daar niet al te optimistisch over, overigens. Er kan zelfs een klein beetje regen vallen uit de bewolking die de rest van de dag overheerst. Vooral dan in het oosten en het noordoosten van het land. Nou, desondanks wordt het toch 12 of 13 graden. Dat komt door een zuid- tot zuidoostenwind. Windkracht 2 boven land en windkracht 4 aan zee. Nou goed, morgen dus een vrij grijze dag. Donderdag en ook vrijdag. Dan zullen we de zon weer wat vaker te zien krijgen. Ook bij temperaturen van zo'n 11 of 12 graden. In het weekend dan laat de zon weer
verstek gaan en blijven we steken op een temperatuur van zo'n 10 of 11 graden. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De eerste grote verzekeraar heeft de zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. Ze gaan flink omhoog, sommige zo'n 14 euro per maand. Meer nieuws om 10 uur in Nieuwsuur op 2. Ik wens u een mooie avond.